Dames en heren, een hele warme goedemiddag hier in Utrecht. Welkom op dit bevrijdingscollege. Mag ik een warm applaus voor Maarten van Rossum? Dank u wel. Het is 13:13. Ik weet niet of u bijgelovig bent, maar... Je zou denken, laat ik er maar niet aan beginnen eigenlijk. Hè? Zo'n vrijheidscollege. Ja, eigenlijk is dat vrijheidscollege een onderdeel van een al wat oudere traditie van plechtigheden in Nederland. Namelijk de viering van 4 en 5 mei op 4 bij de doden. Het is ook typisch Nederlands dat we daar vervolgens enorme herrie over hebben gekregen. Welke doden wel mochten worden herdacht en welke niet. Mogen bijvoorbeeld Koreaanse doden wel of niet. Hè? Ik zwijg van de acties in de Libanon en allemaal dat soort van dingen. Dat gebeurt alleen in Nederland, zoiets. Hè? Je zegt, we gaan het schelen. Hè? We vieren alle doden, of helemaal geen één. Ja, Indonesië ligt ook gevoelig natuurlijk. Ja, dat doen we dus al meer dan 7 decennia in principe. En u weet wel een beetje hoe dat gaat. Dan worden houten betoten, die houden een voordracht. Meestal in een stemmige omgeving. Burgemeesters, commissarissen van de koningin. Allemaal dat soort van types. Misschien soms zelfs leden van het koninklijk huis, hoewel dat geloof ik niet de gewoonte is. En dan kijken we op 4 mei kijken we naar dat moment van stilte. Wat ik zelf altijd het hoogtepunt vind, eerlijk gezegd. Met die bijerende klok, weet u wel. Vroeger was dat op de openbare zender en tegenwoordig is dat de RTL-klok geworden. Omdat we op de openbare zender hebben we al die generaals en admiraals die op de Dam dan zo'n krans leggen, wat ik niks vind. Laat ik het maar direct zeggen. En meestal zijn die boodschappen van die deftige lui, die gaan eigenlijk meestal over normen en waarden. Ja, ze zeggen natuurlijk iets over de herdenking van de doden en over de viering van de vrijheid die ons toegevallen is nadat de Duitsers waren vertrokken. Maar eigenlijk gaan die toespraken over normen en waarden. En wat meestal in het licht wordt gezet is dat wij in feite die Tweede Wereldoorlog moeten zien als de belangrijkste historische les die we ooit gehad hebben. Dat eigenlijk een eikpunt is voor alles wat we daarna hebben gedaan of nog zouden moeten doen. En dan gaat het in het bijzonder om discriminatie. Dat moeten we dus nooit meer doen. Er zijn in de Tweede Wereldoorlog iets meer dan 5 miljoen Joden vermoord. Ik zwijg nog van zigeuners en allerlei andere groepen die de nazi's niet bevielen. Nooit meer discrimineren. En nooit meer uitsluiten. Dat ligt natuurlijk in allerlei opzichten ligt dat heel dicht bij elkaar. En bovendien een warm welkom voor een ieder die in eigen vaderland bedreigd wordt met de dood. Want u weet nog hoe schraal het was met de ontvangst van Joden die vluchtten uit Nazi-Duitsland en later uit bezet gebied. In Europa heeft allemaal wel eens misschien die documentaire gezien over dat ongelukkige schip. Want de halve wereld is rondgevaren, niet waar, om die Joden ergens kwijt te raken. En het is niet gelukt. En een niet onaanzienlijk deel van de mensen op dat schip is alsnog vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Kortom, geen discriminatie, geen uitsluiting. En ontvangst, warme ontvangst van mensen die met de dood bedreigd worden. En nu is mijn indruk eigenlijk dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, ik durf het percentage nou eigenlijk niet zo precies te schatten, nooit begrepen heeft waar het eigenlijk over ging. En of helemaal niet wil begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Want er is natuurlijk een betrekkelijk lange periode geweest na de Tweede Wereldoorlog. Ik zwijg even van allerlei drama's in Indonesië en de behandeling van collaborateurs kort na de oorlog. Dat zou allemaal te ver voeren. Maar gedurende een lange tijd was er in Nederland ook geen speciale reden voor uitsluiting, discriminatie en het niet warm ontvangen van mensen die met de dood bedreigd werden. Maar op een goed moment is dat veranderd. Ergens in de jaren 70, 80 niet waar, begon een vrij omvangrijke immigratiebeweging. En dat gaat een beetje met ups en downs. En nu de laatste jaren is dat iets wat heel scherp in beeld staat. En u weet allemaal dat de meeste Nederlanders het een prima idee vinden om te discrimineren, uit te sluiten en vooral niemand te ontvangen die in eigen land met de dood bedreigd wordt. He. Wat ons betreft kun je op Twitter lezen, verzuipen ze allemaal in de Middellandse Zee.
dat zal misschien een enkeling zo geschreven hebben, maar dat wordt door in Nederland vrij breed gedragen. He, dat weten we allemaal dat dat zo is. Dus al dat herdenk, al die prachtige toespraken, niet waar, over de normen en waarden die we zouden moeten destilleren uit die gruwelijke ervaring van de Tweede Wereldoorlog, die zijn eigenlijk betekenisloos gebleven op het moment dat het er werkelijk op aankwam. En gek genoeg, onze politici spreken de bevolking daar ook niet uitgesproken op aan. Sterker nog, een niet onaanzienlijk deel van onze politici stookt het vuurtje gaarne op. Natuurlijk kennen we allemaal onze Geert. Die zit nu ook in zijn handen te wrijven vanwege het optreden van de Turkse regering. Die hoopt dat dit misschien het draaipunt van deze campagne gaat worden. Hartelijk dank, meneer Erdogan. Ja, de boeven helpen de boeven. Dat is ook een vrij normaal historisch patroon. Dat is altijd een heel sympathiek wederzijds helpen in die kringen. Want hij heeft het natuurlijk aanzien komen en waarom doen wij nu zo? Dat heeft deels te maken met het feit dat we allemaal bang zijn dat Geert de grootste wordt. Dat alleen al, dat het niet uitgesloten is dat de PVV, die in feite helemaal geen politieke partij is, waarvan het programma grotendeels in strijd is met onze grondwet, dat het helemaal niet uitgesloten is dat dan juist die partij de grootste partij wordt van Nederland. Ik weet niet of het gebeurt, maar het zou kunnen. Het is niet uitgesloten. Denkt u weer terug aan al die fantastische, zwaarwichtige toespraken over discriminatie, uitsluiting, enzovoort, enzovoort. Ik weet niet of u die puntjes heeft gezien, niet waar, van het programma van Geert Wilders. Alle moskeeën moeten dicht, de Koran wordt verboden, het islamitisch onderwijs wordt verboden. Dat kan op dit moment in Nederland nog niet, want er staat in de grondwet, daar kom ik later over te spreken, als het gaat om de normen en waarden, daar staat in de grondwet dat dat niet kan, omdat dat is gebaseerd op het non-discriminatiebeginsel. Maar denk aan die normen en waarden. Want het zal u opgevallen zijn in deze beschamende, onbeschrijfelijk lullige verkiezingscampagne die we bijna, godzijdank, achter de rug hebben, dat het steeds zogenaamd ging over normen en waarden. Waarbij ik heb er nog even aan gedacht u allemaal op te laten staan en het Wilhelmus te laten zingen. En misschien kan iemand dan zo'n lullig fotootje maken met de telefoon en naar Sybrand Buma sturen. Hypocriete zak. Ik had het niet gedacht. Ik hield Buma voor een eerzaam man. En u weet, heeft tegen de motie van Geert gestemd om voortdurend het Wilhelmus te zingen. En nu denkt hij, een lollig puntje, gaat toch over normen en waarden. En wat dacht u van, wat is het hoogste en heiligste dat we in Nederland hebben? Ons koninklijk huis. Nou vind ik het verder sympathieke luik, heb niks in het koninklijk huis, maar het hoogste en het heiligste. Daar stel ik me toch hele andere dingen van voor dan Willem-Alexander. Die zijn uiterlijk wat betreft het hoogste en het heiligste ook niet mee heeft natuurlijk. Dan moet je er meer zoals koning Boudewijn uitzien. Ja. Maar goed, deze hele verkiezingscampagne ging. Heeft u een nuttige discussie over Europa gehoord? Of over de fileproblematiek? Of over het probleem van de arbeidsmarkt? Nul eigenlijk, nul. Het ging alsmaar over onze normen en waarden. En nu fietste ik hier naartoe van mijn woning achter het Wilhelminapark. En ik werd geconfronteerd door een hele reeks van VVD-borden. Die denken kennelijk dat als de mensen op de bus staan te wachten, dat ze zo'n bord zien, dat ze denken, ja, dat grijpt mij aan. Ik moet op Rutte stemmen. En wat stond er onder dat biljet? En het is heel karakteristiek voor die beschamende campagne die we gevoerd hebben. Ja goed, ik ben er helemaal niet bij betrokken geweest, dus ik zou geen we moeten zeggen, maar eigenlijk heeft iedereen daar op enige lijn niveau wel aan meegedaan. Er zijn wel partijen die iets beter zijn dan de rest. We zullen zo alle partijen even nalopen hoe het eigenlijk zit met de normen en de waarden. En onder dat VVD-biljet stond, doe normaal. Ik dacht nog, laat ik maar teruggaan naar huis. Het is natuurlijk volkomen abnormaal om op zondag naar de Tivoli te gaan fietsen. Wat doe ik daar? Het is de dag des heren. Ik ga naar de krokusjes kijken. Doe normaal.
Ja, waarbij het kennelijk door iedereen als normaal wordt gezien dat de grootste politieke partij mogelijkerwijs zegt dat we normaal moeten doen. Want u weet wat er aan de hand is als u niet normaal doet. Hè? Denk erom dat u de hele tijd dat ik hier spreek, dat u normaal doet. Want u wordt er gewoon uitgepleurd. Gewoon pleurt op, donder op, u wordt op Schiphol op het vliegtuig gezet, terug naar Ouagadougou. Hè? Doe normaal. Dat was eigenlijk de thematiek van de VVD. En in zekere zin ook de thematiek van al die andere partijen die eigenlijk zich aansloten bij dat VVD-standpunt, wat luidt dat er een heel normale manier van Nederlands leven is. Je hebt in Nederland mensen die horen erbij en je hebt mensen die horen er niet bij. En die erbij, en als je er nog niet bij hoort, mag je eventueel snel op eigen kosten inburgeren. Maar denk erom dat je ook als man precies weet hoe de zwangerschap in Nederland verloopt. Ja, ik zie dat u dat zich niet meer herinnert, dat wonderlijke moment. Het was een of andere heel intelligente Marokkaanse inburgeraar. En die werd bij de inburgeringsexamen gevraagd naar hoe dat in Nederland met de zwangerschap ging en de afwikkeling van de zwangerschap. En, nou ja, enzovoort, enzovoort. Waarbij die zei, ja, ik ben nooit zwanger geweest en kans dat ik het word is ook niet groot, dus... Maar daar hadden ze niks mee te maken, hij is gezakt. Ja, wij weten hoe we dat aan moeten pakken, zulke dingen. Ja, en eigenlijk denk ik, heb ik bij die hele discussie gedacht, wat is dan normaal? Wat is het normale dagelijkse Nederlandse leven? Is er zoiets? Is er een soort, want dat is een van de meest merkwaardige dingen van deze hele discussie die nu al maanden loopt. U weet wanneer het begonnen is, toen Rutte in Zomergasten zei, pleurt op, hè, vanwege die Turken. Die geloof ik een cameraman wegjoeg of zoiets dergelijks. Dan kunnen we gisteren ook weer fijn beeld gemaakt, kunnen we voor de volgende verkiezingen opslaan. We kunnen weer fijn door op dat punt. Niet dat ik die Turken erg verstandig vind, maar dat hoeven we het nu vanmiddag niet over te hebben. Ze hebben ook het recht om zich stomzinnig te gedragen. Dat is bijvoorbeeld één van, is dat niet ook een vrijheidsrecht? Dat je stomzinnig mag gedragen, mits je geen andere burgers beschadigt. En ik begreep dat ze gisteren vooral elkaar beschadigd hadden, dus daar had ik vrede mee. Ja, ik vind het wel gek dat je, nou ja, nee, laat ik daar niet over beginnen, want dat is een ander thema. Ja, ik heb me al die tijd afgevraagd, als jullie niet zeggen wat het is, wat normaal is, ben ik eigenlijk wel normaal? Hè? En ik vroeg het aan mijn vrouw. Nou, u begrijpt wat die antwoorden. Wij zijn bijna een half eeuw getrouwd. En ze zijn, hey, jij kunt beter oppleuren. He? Ja, ga even heel simpele dingetjes na. He? Ik sta altijd om 12 uur op. En ik ga 's nachts om 5 uur naar bed. En ja, is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Hier wordt al geknikt van hoe is het mogelijk. He? Dat zoiets getolereerd wordt. Dat je niet door de gemeente dat je bed gejenst wordt om 7:45. He? Kunnen nuttige dingen te doen. Wat is het populairste Nederlandse tv-programma? Een datingshow voor boeren. He? Daar kijken 4 miljoen mensen naar. Ik zou nog niet eens onder een bedreiging van de dood zou ik er naar willen kijken. He? Ik zou bereid zijn om te sterven als niet-kijker naar de... En wat is het tweede belangrijkste programma op de Nederlandse televisie? Heel Holland Bakt. U heeft het heel goed gezien. Wat dacht u van een combinatie van deze twee shows? Een hele avond dating met boeren die taarten bakken. He? Dat is nou typisch Nederlands. He? Typisch Nederlands. Er zijn onderzoeken gedaan, dames en heren. Onder andere door het Dagblad Trouw een paar jaar geleden. Wat wij zelf dachten dat typisch Nederlands was. U zou er naar kunnen raden. Wat typisch Nederlands is. En waar komt dat altijd weer op uit natuurlijk? In alle gezelligheid, ja. Een van de meest gruwelijke termen die er zijn. Oh, wat zitten we hier gezellig bij elkaar. Hè? U is zo'n verjaardag waarvan die lange pregnante stiltes vallen. En pas als een van de ooms dan voldoende bier heeft gedronken, begint hij te raaskallen over immigratie. Zo gaat dat meestal in de gezelligheid. We zijn gezellig onder elkaar. Ook het wonderlijke idee dat alleen in Nederland gezelligheid bestaat. En dat Belgen, die hebben bijvoorbeeld nooit gehoord van gezelligheid.
Daarom rijden we er ook altijd zo snel mogelijk doorheen. En wat dacht je van die gezellige Franse dorpen waar alle luiken dicht zijn? Hè? Waar je een paar van die magere honden ziet. Ja, gezellig. Het blijkt vaak uit te komen op oranje. Oranje in de ruimste zin van het woord. Vooral oranje bij grote sportfestiviteit. En dan zitten we allemaal bij elkaar, de hele kennissenkring, met 6 kratjes lauwe pils, hè, die goedkoop wordt aangeboden op dat type van dagen. En ik moet weer bekennen, ik heb niets met voetballen. Als u zou voorstellen het morgen te verbieden, ik sta volledig achter u, ondanks het Vrijheidscollege. Hè? Want het beperkt mijn vrijheid in zekere zin. Er is altijd voetbal op televisie. Hè? Ik zwijg nog even van het schaatsen. Vroeger duurde dat hele schaatsen duurde 2 weken. Hè? En nu begint het op 1 november en het duurt tot 1 april geloof ik. Want gisteren waren ze weer bezig. Een hele zwik van die mini-mensjes die om een soort ovaaltje reden. Waar je denkt, zouden ze middelen gebruikt hebben. Maar goed, je hoeft niet te kijken. Dat is dan weer een aspect van onze vrijheid. Je kunt dat ding de deur uit doen. Maar oranje, dat is, want dan voelen we ons allemaal samen. Hè? Dus als iemand, als Daphne Schippers, zo heet ze toch? Als die dus een medaille wint, of net niet, vooral net niet, heb ik begrepen. Niet waar, dan denken wij zo, waarin een klein land groot kan zijn. Ik denk, welke middelen zou ze gebruikt hebben? Hè? Ja, want u weet, die sport die deugt ook voor geen meter. Hè? Ik had dat altijd al gedacht, hè, op die hockeyclubs. Hè, want wat blijkt nu, ik heb allerlei mensen op televisie gezien die zeiden, ja, als mijn dochter langs dat AZC fietst, dan kan er zomaar zo'n testosteronbom uit de struiken springen. Hè, en aan mijn ladyblanke dochter beginnen. En wie blijkt er nu aan die ladyblanke dochter al lang te zijn begonnen? De hockeytrainer zelf. Hè? De vlag uit. Maar ja, dat is in Nederland, het doen normaal. Hè. Hij vond dat kennelijk volkomen normaal. Ja, die meisjes moeten op een goed moment ook leren hoe het in elkaar steekt. Dus dan, als je toch hebt leren hockey, is wel lollig dat je dit erbij leert. Ja. En daar lees je dan eigenlijk betrekkelijk weinig over. Het onderzoek zal worden gedaan door sportautoriteiten. Dat je denkt, oeh, ja, eigenaardig. Ja, dus al deze dingen waarvan wordt gezegd dat ze volkomen normaal zijn, doe normaal, hè, vind ik helemaal niet normaal. Ik heb niks met grote sportfestiviteiten. Ik heb niets met nationale gevoelens, 0,0. Ik hang nooit de vlag uit, never. Sterker nog, als ik het zou doen en dat dingetje zit op een hele lullige plaats, ik zou waarschijnlijk mijn nek breken. Hè. Van Rossum overleden bij het uitoefenen van nationale symboliek. Groot stuk in de krant. Tragisch. Hij lag bloedend met de vlag in zijn hand. Lacht hij in het voortuintje. Hè? Oh, wat erg. Ja. Nul. Ga ik op Koningsdag de deur uit? Nou, nog voor geen €1000. Hè? Als u zou komen bellen, sta ik u te woord via de brievenbus. Er is geen normaal, dames en heren, in Nederland. En dan laten we even kijken naar normen en waarden. En laten we nog even die VVD langslopen met zijn normen en zijn waarden. Weet u nog Halbe Zijlstra met het verstopeitje? Heeft u dat gevolgd? Ja, we hebben in Nederland, zoals u weet, paaseitjes. En die paaseitjes die kun je alleen min of meer fatsoenshalve verstoppen met de Pasen. Ik moet niet dat ik ooit een eitje verstopt heb. Ook op dit punt val ik een beetje buiten de boot. Ik vreet ze altijd meteen op. Hè? Maar nu zijn die eitjes, die paaseitjes, de grootste producent van paaseitjes in Nederland, bleek de HEMA te zijn. Of althans de grootste marketingorganisatie. En die wou eigenlijk die paaseitjes wel het hele jaar door verkopen. Want dan kun je veel meer verkopen natuurlijk. Maar ja, je kunt niet in augustus zeggen, ik heb nog een lekkere partij paaseitjes liggen, we gaan ze even verstoppen. Hè? Dus doe je mee aan het opzoeken van de paaseitjes? Nee, dat kan niet. Het is gekoppeld aan de kruisiging van de Heer Jezus en daar moet het aan gekoppeld blijven. Dat de meeste mensen dat niet weten, dat is dan weer wat anders. Doe normaal, hè. Doe normaal. Dus is de naam van de paaseitjes veranderd in verstopeitjes. Of opzoekeitjes, iets in die geest.
Weet u wat Halbe Zijlstra daarover zei? Dat had de HEMA gedaan omdat ze bang waren voor jihadistische aanslagen. Daarom hadden ze dat gedaan. En daar zullen we zo ook nog over te spreken komen, dat wij langzaam in de afgelopen 15, kleine 20 jaar gevangen zijn geraakt in een soort allesbeheersende maatschappelijke paranoia, die ons ook in allerlei opzichten dreigt van onze vrijheden te beroven. Dit kabinet heeft een hele wet, nietwaar, waarbij ze de hele godganse dag in uw e-mail mogen kijken. Vandaar ook dat ik tegenwoordig elke dag begin met doe normaal, uitroepteken, dan kijken ze niet meer. He? Dan kun je verder gewoon terroristische plannen maken en daarna kijken ze niet meer. Ja, dat is bedroevend. En weet u nog dat diezelfde Halbe Zijlstra, die echt voor vervanging in aanmerking komt, als ik zo vrij mag zijn, dat die zei dat die mensen uit Syrië hier kwamen omdat die vrouwen gesteld waren op gratis borstvergroting. Weet u zeker ook niet meer, hè? U heeft helemaal niet opgelet de afgelopen maanden naar de waanzin die over ons is uitgestort door onze politieke partijen. He? Doe normaal. En wat is normaal? De vergadering van de carnavalsvereniging in Vaals? He? Of een meeting van progressieve studenten met rare kleren aan bij de Rietveld Academie? Wat is normaal? Wie bepaalt, bent u normaal? U ziet er verrekt gek uit. In allerlei opzichten. Is het normaal een gehaktbal met spruitjes en gebakken aardappelen? Of is het normaal dat je alle exotische gerechten maakt? Zoals jammer genoeg in Nederland steeds meer in de mode is gekomen. Dan heb je kennissen eten en dan begint het met Mexicaanse soep. Hè? Dan weet ik al direct dat ik een week lang in bed moet gaan liggen. Ja, doe normaal zou ik zeggen. Spruitjes en gehaktballen, gebakken aardappelen. Dat is eigenlijk een van de weinige punten. Maar of dat nog normaal is, zou wel een pasta gerechtje moeten worden. Hè? Liefst maken we de pasta ook zelf. Nou, dan ben je echt. Ik moet natuurlijk wel oppassen dat ik mijn tijd een beetje in de gaten hou. Hè? Want we kunnen hier nog wel even fijn over doorzeuren. Over deze materie. Ja, we zijn in de greep geraakt. Doe normaal, want waar slaat het eigenlijk allemaal? Gaat het eigenlijk over hetzelfde thema? Dat er enorm veel mensen zijn in Nederland die niet normaal doen. En waarvan we zelfs bang zijn dat ze nooit normaal willen gaan doen. Dat is het eigenlijk. Waardoor we ze dan steeds moeten zeggen dat ze op moeten pleuren. Maar als we zeggen dat ze op moeten pleuren, pleuren ze niet op. Dat is een groot probleem. En zodoende beweren onze politieke partijen, onder andere onze sympathieke, goedlachse minister-president, die beweert dat onze levenswijs in gevaar is. Onze typisch Nederlandse levenswijs is in gevaar. En aan mij, aan u de vraag, wie van u heeft ook het gevoel dat althans in zijn levenswijs, hij woont in een oud kippenhok in Bennekom, dat hij in gevaar is? Ja, daar komt helemaal niks uit. Oh ja, toch wel. Ja, ik ben al doodsbang voor dit soort van dingen. Je weet hoe dat gaat. Je bent net bezig en frikkert die hele dop eraf. Hè? Waarbij u zegt, doe normaal. Hè? Doe normaal. Ja, onze levenswijs wordt bedreigd. En wie is begonnen met deze lulkoek? Want anders kunnen we het niet noemen. Het is jammer dat ik het zo moet beschrijven. Ik kan niet direct een wetenschappelijk valide beschrijving vervinden. Wie is begonnen met die lulkoek dat onze levenswijs bedreigd wordt? Trouwens, wie van u, steek even uw vinger op, wie heeft het gevoel dat zijn levenswijs bedreigd wordt? Bij wie is er al een agressieve Koranverkoper aan de deur geweest? Wat, wordt uw levenswijs bedreigd? Ja, maar niet door islam. Nee, door wie dan? Door Mark Rutte. Door de manier waarop er met werken wordt omgegaan. Ja, nou ja, arbeidsmarktbeleid, daar hebben we niks over gehoord, normen en waarden. Hè? Als u 50 bent en u wordt ontslagen, dan ben je in Nederland goed te klos. Hè? En dan moet je lezing in het land gaan houden. Ja, wanneer zijn we aan die gekkigheid begonnen? Hoe kwam dat? Welke Messias heeft ons bezocht in het verleden? Een zendeling uit de hemel. Pim Fortuyn, de kale verlosser. Niet waar? Een relnicht, een kale relnicht uit Groningen. Die overal ruzie had gemaakt waar hij geweest was.
En tenslotte heeft hij de hele Nederlandse politiek op zijn kop gezet. U zou voor de aardigheid, het is tegenwoordig voor een habbekrats te krijgen, antiquarisch, het is tegenwoordig allemaal prima georganiseerd, je kunt het gewoon met het internet doen, dat boekje van Pim moeten lezen tegen de islamisering van Nederland. Daar in al, natuurlijk was er een voedingsbodem. Natuurlijk was er al een omvangrijke immigratie in Nederland. Natuurlijk hadden we her en der al wijken waar islamieten wonen, maar ja, deed je die rare dingen. Hè? Bij mij bijvoorbeeld, ik zie nooit een islamiet in de straat. Ja, dat ligt ook een beetje aan de straat. Ik zie ook nooit een agent in de straat. Dus, ja, die rijden in een autootje door de Jan van Squorenstraat met 85 kilometer per uur. En dat is ook voor de handhaving is dat een prima maatregel. Dat is allemaal uitgezocht, dames en heren. Dan kun je net zo goed het autootje bij het politiebureau parkeren en gaan zitten dammen. Want dat helpt dus helemaal niets. Met een auto rijden door een stad helpt niets als het gaat om de handhaving. Je ziet die dingen ook altijd ruimschoots uit de verte aankomen. Want ze zijn speciaal spectaculair opgeschilderd, zodat je ze zoveel mogelijk uit de verte ziet aankomen. Wat voor de handhaving natuurlijk een hele ongelukkige zaak is. Ja, dat boekje heet Tegen de Islamisering van Nederland. Lees het voor mijn rol. Het is een enorm dun boekje. Ik ken geen ander dun boekje waar zoveel geklets in staat als in dat boekje. Want de meeste mensen die in de tijd met Pim Fortuyn wegliepen, en zelfs in mijn eigen kennissenkring, liep een enorme geologische scheur tussen die halve garen die dachten van, nou, hij zegt toch verstandige dingen. Het is toch tijd dat wij, weet ik veel, zus doen of zo doen, ons verzetten tegen de islamisering van Nederland. Dat is het idee. Maar, nou, u, zelfs u niet, u bent de enige wiens levenswijze bedreigd wordt. De mijne ook, maar er komt gewoon de ouderdom, Ja, u zou eens moeten weten hoe de ouderdom gediscrimineerd wordt in Nederland. Daar hebben we het helemaal nooit over. Want we zijn altijd jonge, vrolijke, dynamische, fijne, jonge mensen. Nooit spierpijn, nooit narigheid. Ja, en als je dan tenslotte vindt dat het wel eens een beetje klaar is met leven, dan krijg je de ChristenUnie aan de deur. Die zegt van, we komen u wat gezelligheid bieden, zodat u nog even door wil met uw maagsfeer. En dan zeg je natuurlijk, die heb ik nou juist gekregen van de ChristenUnie. Zo. Ja, waarbij je altijd afvraagt, doe normaal. Want ik ga me toch niet met leden van de ChristenUnie bemoeien. Ik zeg, ik sta erop dat je zodra je ook maar één ochtend denkt, het is wel klaar. Dan kom ik al met de spuit of met een machinegeweer en het is klaar. Nee. Ik gun ze alle recht om op een gruwelijke wijze langdurig dood te gaan. Ik bemoei me er niet mee. Maar ze komen zich onmiddellijk met mij bemoeien als ik toevallig zou vinden, om wat voor reden dan ook, dat mijn leven klaar is. Dat vind ik nog helemaal niet. En als ik maar genoeg van dit soort van gezelschappen kan toespreken, dan kan ik nog wel even door. Ik zou het ook zittend wel kunnen. Hoewel je dan minder dynamiek kunt ontwikkelen, maar ja, doe normaal. Doe nou maar, onze normale levenswijze wordt bedreigd. Wordt de carnavalsvereniging in Vaals bedreigd? Ik denk het niet. Wie wil daar nou lid van worden? Dat is al het laatste wat je als Syrische vluchteling wil, is dat je 3 maanden lang aan zo'n stomme kar moet bouwen, met van die vaag bewegende reuzenhoofden. Ja, laat staan dat je naar een rietveld wil. Dat wil je ook sowieso niet, dat wordt trouwens niet toegelaten, want dat is allemaal hartstikke streng. En dan moet je vooral hele gekke ideeën hebben, wil je daar toegelaten worden. Ja, en het gekke is, niemand heeft dus iets verstandigs gezegd over die normen en waarden van ons. Althans, ik kan het me niet herinneren. Het is dus oranje, of het is het zingen van het volkslied, of het is... Heeft Rutte ergens uitgelegd wat onze normale levenswijze is? Nee. Dit zijn allemaal termen, dit is allemaal retoriek die in feite maar 1 betekenis heeft, namelijk uitsluiting. Iedereen die volgens die normen van Rutte, wat ze ook precies mogen zijn, want ze worden nooit gespecificeerd, dat je kunt zeggen, hij hoort er niet bij. Hij hoort er niet bij. En natuurlijk als je een ander kleurtje hebt als wij, hoor je er al helemaal niet bij. Ook zoiets raars natuurlijk, hè. Hier valt het ook eigenlijk,
Dit is volgens mij ook een. Wie van u is in de zin van het Centraal Bureau voor de Statistiek iemand met een migratieachtergrond? U ziet hoe modern ik ben. 1, 2, 3, 4. Ja, u ook. Wat zegt u? Iedereen die buiten. Iedereen waarvan één ouder buiten Nederland geboren is, heeft een migratieachtergrond. Dus als uw ouders op bezoek waren in Antwerpen en de weeën braken in Antwerpen en u bent daar geboren, dan bent u ruksigloos een immigrant. Heeft ook geen zin om daartegen in beroep te gaan. U bent gewoon een immigrant. En de ergste komen uit België. Die kunnen al helemaal niet inburgeren. He? Heeft u wel eens een Belg gezien die normaal deed? Ja, dat zijn sowieso wel twee naties. He, waarvan de ene deel een abnormale taal spreekt. Mag u uitmaken welke in feite? Ja, nou dat valt hier. Dus, u bent wel ontzettend autochtoon. He. Als ik er 4 geteld heb, zijn er te veel. Nou, 5. Het is wel typisch Nederland dat één van de immigranten de voorzitter is van de landelijke vereniging. He. Dat vind ik wel mooi. Valt wel toe te juichen in Nederland. Al wil ik er wel de nadruk op leggen, doe normaal, hè, want dan is het gauw klaar. U gaat niet een beetje abnormaal lopen doen of zo, dat willen we niet. Niemand heeft dus uitgelegd wat het is. Het is pure retoriek. Het is pure verkiezingsretoriek. Het is pure uitsluitingsretoriek. Oh wee, als je er niet bij hoort. Hè. En daar gaat het eigenlijk in Nederland tegenwoordig om. Mensen horen er wel bij. Of mensen horen er niet bij. Maar zo zit Nederland in feite helemaal niet in elkaar. Want het wonderlijke is dat wij een prima document hebben. Wat op de meest officiële wijze ondertekend, gestempeld, aangenomen, goedgekeurd enzovoort is. Wat volstaat met onze normen en waarden. Hebben we daar iets over gehoord in de afgelopen halve jaar? Nee, u weet zelfs nu. U zit al te denken, wat zou dat in godsnaam zijn? He? Motie van het VVD-congres of misschien in een brief van Pechtold u heeft eigenlijk geen idee. Sterker nog, ik denk dat u het betrokken document ook nooit heeft gelezen, zodat u ook absoluut niet weet wat erin staat. Wat denkt u dat het is? De grondwet, natuurlijk is het de grondwet. Die hebben we. We hebben een grondwet. En nu is het interessante dat als de nu zittende politieke partijen hun zin zouden krijgen, dat wij aan die grondwet van ons grote schade gaan toebrengen. Echt grote, ernstige schade. Godzijdank is het zo dat het vrijwel onmogelijk is om de grondwet te veranderen, omdat je eerst 2 keer in de Eerste en Tweede Kamer een 2/3 meerderheid moet halen en dan na de verkiezingen nog eens een keer in de Eerste. En gezien de huidige verhouding in Nederland zie ik dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar als ze het zouden willen, of liever gezegd, als ze in de gelegenheid zouden zijn, zelfs D66 is verdacht in dit verband, want die wil die hele regeling van 2 keer 2/3 meerderheid, die willen ze versoepelen. No way. Wij gaan in Nederland niets versoepelen. De verstopeitjes blijven paaseitjes. De carnavalsvereniging in Vaals wordt verboden. We gaan er gewoon. Ja, wat staat er al zo in onze grondwet? Wat staat er in artikel 1? Alle Nederlanders worden op gelijke wijze behandeld. He? Dat is heel raar, dat artikel 1, want het bestaat eigenlijk uit 2 artikelen. Want wat staat er in het tweede lid van het artikel? U mag niet discrimineren en uitsluiten. En dan, als je dat tweede zinnetje leest en dan wordt van alles opgenoemd, ouderdom gek genoeg niet. Hè? Dat zouden ze er nog even in moeten zetten wat mij betreft. Hè, dat echt niet kan. Het is ook gek dat iedereen op zijn. Nee, ik was op zijn 65e weg, maar dat noodlot heeft alleen mij getroffen. Hè? Omdat ik zo oud ben dat ik onder de oude regeling viel. Hier zitten mensen die blij zijn als ze mogen zijn als ze op hun 70ste klaar zijn met tegels zetten. He. Ja, daar staat in dat laatste zinnetje achter het laatste lid van het tweede lid van het eerste artikel. Lees het straks even door.
staat en alle andere oorzaken die redenen zouden kunnen zijn voor discriminatie. Het staat er een beetje anders, maar dat staat. Een heel ruim geformuleerd artikel. Het staat er dus. Je mag het niet doen. En wat doen onze politici? Een hele politieke campagne lang hebben zij maar steeds op zo'n beetje subtiele manier maar gezegd dat je normale Nederlanders hebt, doe normaal, en je hebt abnormale, niet Nederlanders. Want iemand die abnormaal doet, kan geen Nederlander zijn. Dat begrijpt u ook wel. Iedereen die Nederland een heel klein beetje kent, zoals ik bijvoorbeeld, ik reis voor al die lezingen rond, die weet dat Nederland een enorm heterogeen land is. Dat er heel verschillende culturele tradities zijn, dat zelfs mensen in zalen al totaal anders reageren in Rode School, hè, of in Drunen. Ik noem maar een plaats op. Ja. Maar we doen allemaal net of kijken allemaal naar, zelfs naar dat verdomde, die verdomde datingshow van die boeren. Kijken maar 4 miljoen mensen. Dus op een of andere manier zijn er 13 miljoen die thuis abnormaal zitten te doen. Hè? Die iets raars doen. Hè? Misschien kijken ze wel naar een nieuwsuitzending. Nou, dat zou helemaal meteen verboden moeten worden. Hè? Want er is maar één normale nieuwsuitzending, dat is het journaal. Hè? Wat wel in het journaal is, dat is belangrijk. En wat er niet in is, is niet belangrijk. Laten we nu eens kijken hoe het met het grondwetsbewustzijn van onze politieke partijen zit. U begrijpt, ik heb het niet allemaal zelf uitgezocht, maar een commissie van staatsrechtgeleerden heeft onlangs zijn grote zorg uitgesproken over de levensgevaarlijke onzin die een reeks van onze politieke partijen verdedigt in zijn beginselprogramma. U zult zien, de VVD komt ook nog aan de beurt. Onvermijdelijkerwijs moeten we beginnen met: het is interessant dat de twee partijen die nu strijden om de vraag wie de grootste gaat worden, doe normaal, in Nederland, namelijk de PVV en de VVD. Eigenlijk zou je alle partijen waar een V in... Nou, nee, dat is misschien toch niet zo'n goed idee. Dat is ook het wonder. Zodra iemand zegt dat ze een partij van de vrijheid zijn, weet je eigenlijk al, voel je al aan je onderbuik dat ze de partij van de onvrijheid zijn. Daar zullen we het zo ook even over hebben. Maar we kijken eerst even naar die grondwetszaken. U weet dat de PVV had een programmaatje van 1 aan 4'tje. En daarvan is in feite, ik geloof vrijwel alles, is strijdig met onze grondwet. Het sluiten van moskeeën, het verbieden van de Koran, het sluiten van islamitische scholen, dat is allemaal discriminatie. Verder in het programma, ze willen uit de EU, daar kun je ook je van afvragen of dat niet in feite in allerlei opzichten ongrondwettig is, maar dat is een veel ingewikkelde discussie, dus die gaan we nou niet aan. Dan denkt u natuurlijk dat die Rutte met zijn van, dat daar niks aan de hand is, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn liefst 5 partijen, volgens de staatsrechtgeleerden, die reeksen van artikelen hebben die strijdig zijn met onze grondwet. Dus we hebben een half jaar geredekaveld over wat normaal is en het gewone Nederlandse leven en normen en waarden. En ondertussen zijn ze bezig, nietwaar, om de meest essentiële normen en waarden die we op hebben genomen in onze grondwet, om die in feite te ondergraven. Laat ik u het voorbeeld geven van de VVD. De VVD stelt in zijn programma voor om alle artikelen betreffende de mensenrechten die in verdragen staan die Nederland in de loop der jaren heeft getekend, om die als niet valide te verklaren voor Nederlandse rechtsgang. Wat zoveel betekent dat u voor Nederlandse rechtbank op geen enkel moment een beroep kunt doen op algemene verdragen over de rechten van de mens. Uw rechten zijn in feite bij de VVD niet in goede handen. U begrijpt wel, als u kunt getuigen dat u altijd spruitjes, gehaktballen en gebakken aardappelen heeft gegeten, dat er niks aan de hand is. Al deze geweldspleging ten aanzien van de meest essentiële normen en waarden betreffen stoerdoenerij ten aanzien van immigranten en mensen die hier al zijn, maar die niet normaal weten te doen. Maar ook bij het CDA, wat is dat toch ook een partij van normen en waarden, weet u wel, dat er is zo weinig respect in de Nederlandse samenleving. Is u dat ook opgevallen?
Nou, Sybrand Buma wel, maar het CBS dus niet. En dan denk ik altijd, nou, ik denk dat het CBS wel gelijk heeft. He, die hebben uitgezocht of u dat ook vindt, dat er zo weinig respect is in onze samenleving. Is dat zo? Ja, je zit er stilletjes bij. En u denkt, gaat dit nog lang duren? He? U had erop gehoopt op een vrolijk college over hoe fijn we in Nederland allemaal samenleven in ontzaglijke vrijheid. Nee, onze vrijheid wordt serieus bedreigd. En die wordt het meest bedreigd door die mensen die beweren dat ze de nationale traditie en de natie willen verdedigen tegen vreemdelingen. Insluipers, niet inburgeraars. Gaan ze maar door. Dat is de paradox van de zaak. In feite zijn we al lang het punt voorbij waarbij de zogenaamde, waarbij de strijd tegen de verschrikkelijke gevaren die ons bedreigen, denkt u aan jihadisme, elke week raken in Nederland. Ja, het valt u niet zo op, en het wordt gewoon uit de pers gehouden. Hè? Fact-free politics. Ja. Niet waar, dat in feite de maatregelen tegen het mogelijke jihadisme allang in feite uw vrijheden heel wat meer bedreigen dan de kans dat u door een jihadist geraakt wordt in Nederland. He? Want wat zegt onze nationaal coördinator? Die zegt, er is een substantiële kans dat er in Nederland een aanslag wordt gepleegd op korte termijn. Waarbij je altijd je afvraagt, ook in Bennekom is de kans groot dat er een jihadist Bennekom zal weten te vinden op de wereldkaart. En dat hij dan bovendien al een petit comité zal zeggen, dat Bennekom, dat is. Als we daar de westerse beschaving weten te raken, dan is het klaar. He, dan stort de hele boel in. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Of Sinterklaas vermoorden, dat zou ook kunnen. Ook een mogelijkheid. Sinterklaas, ook zoiets van de normen en van de waarden, weet u wel. Zwarte Piet en Vege Piet en ik weet dat niet wat. Weet u dat de helft van de bevolking helemaal geen Sinterklaas viert in Nederland? Wist u niet, hè? Nee. Die vieren Kerstmis. Ongelooflijk ordinair Angelsaksisch klotenfeest. Hè? Met een oplichter. De kerstman is in feite een soort oplichtersbroer van Sinterklaas. Hetzelfde persoon is het. Maar hij is ook verbaal volkomen onderontwikkeld. Met dat ho, 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 ho. Hè? Meer kan die niet. Die rendieren lopen op eigen kracht. Ja, kortom. Het enige document wat we hebben met echte serieuze normen en waarden, lees het even door als u thuis bent. Niet waar, daarvan zijn een hele reeks van politieke partijen, ik meen een stuk of 5, 6 van de gangbare partijen. Je kunt dan zeggen, ja, wie neemt Geert nou serieus? Ik bedoel, het is geen politieke partij, hij heeft geen personeel, hij heeft geen programma. Het is in feite een eenmans protestbeweging, dat mag u van mij zeggen. Hij is van beperkte relevantie, al zou je dat niet zeggen na deze campagne. Want het is ook wel ongelooflijk lamlendig. Niet waar, zoals onze zittende, niet-populistische partij alsmaar zijn aangeschurkt tegen het populisme en de PVV. Uit angst in plaats van de confrontatie te zoeken. He? Ga die partij te lijf. Ga die idioot te lijf. He? Hoe zou het komen, die populistische leiders allemaal iets met dat haar hebben? Denk, hoe komt dat, denkt u? Berlusconi, Trump, Wilders. Ja, stel voor dat ik vanmiddag hier was gekomen met ravenzwart haar. He? Met een rode streep er doorheen. Of met de hele Nederlandse vlag erin geverfd. Misschien was dat wel lollig geweest. De vlag erin, ja. En dan moeten we over een ander thema nog heel even spreken. Ik heb geen idee hoe het met mijn tijd zit. Even kijken. Is wel handig. Oh, ik kom heel aardig uit. Ja, u denkt natuurlijk dat ik denk dat de Nederlandse democratie slecht werkt. Want dit heeft u al jaren in de krant gelezen. En sommigen van u zijn misschien ook wel ooit in hun jeugd zich aangesloten bij D66. De discussie dat onze democratie niet functioneert, die is in feite, die begint al eigenlijk met hartje me maar. Als u dat nog wat zegt, ik herinner het nog scherp, maar de jaren 20 is voor de meesten natuurlijk een mistig toneelstuk. Hartje me maar. Ja, die werd in de Amsterdamse gemeenteraad gekozen, het was een dronken zwerver. En die had als programma vrij vis in het Vondelpark en elke dag gratis een glas jenever. Dat is in grote trekken nog steeds het populistische programma.
Hè? Want ik weet niet of u al die wilde stemmers op televisie gezien heeft. Heeft u daar een beetje op gelet? En dan had ik ook al in de krant gelezen, vooral bij allerlei deftige columnisten, dat ik respect moest hebben voor de wilde stemmers. Die konden het ook niet helpen dat ze door de globalisering van hun welvaart waren beroofd. Maar al die lui die ik heb gezien, daar mankeerde niks aan de welvaart. Die zaten in fijn ingerichte kamers met een grotere tv als ik, dacht ik nog. Hè? Daar wel. En wat hadden ze dan vervolgens te melden? Vaak zagen ze er ook wel gedaan uit. Ik bedoel, je kon zien dat ze niet al 3 maanden honger hadden geleden. Er was er ook bij een bij die zei, ja, ik heb een caravan, ik heb een boot, ik heb een leuk huis, maar ga toch op Geert stemmen. Hè? Ja, en dan zeiden ze vaak, moet u maar opletten, zij krijgen alles, wij krijgen niks. Hè? Maar ja, je zult maar als Syrisch gezin met 2 van die plastic tassen arriveren in zo'n AZC, dan zul je toch iets moeten hebben om tot een normaal leven te geraken. En er was een mevrouw die werd geïnterviewd, die zei, ja, ik heb Syrische buren, hele sympathieke mensen, want ze weten allemaal wat ze wel eens een beetje wel en niet moeten zeggen. En die hebben een heel nieuw bankstel gekregen, terwijl in mijn bankstel zit een scheur. En het was duidelijk dat haar voorstel was dat ze eerst bij haar kwamen bellen. Het bankstel met de scheur werd weggehaald en bij de buren neergezet. Vooral omdat Syriërs gek zijn op bankstellen met scheuren erin. En het nieuwe bankstel zou bij haar geplaatst worden. He? Ja, dus ik was niet, heb ik respect voor de PVV-stemmen? Nee, je weet wat je doet. Je weet dat je op iets stemt wat absoluut niet deugt. Helemaal niet deugt. Kijk naar het A4'tje. Kijk naar wat Wilders al zo gezegd heeft in de loop der jaren. Kijk naar het uitspraak nep parlement, nep rechtbank, nep democratie. En dan komen we aan het punt van de democratie. Wat we nog even moeten behandelen. Werkt de democratie in Nederland slecht? Nee. De Nederlandse democratie werkt in feite heel behoorlijk. Als je dat even in een wat ruimer perspectief ziet, van Thorbecke tot de dag van vandaag, dan moet je zeggen dat dat systeem eigenlijk zich vrij soepel heeft aangepast aan de verandering der tijden. En ook vrij gevoelig is voor de verandering, de stemmingsverandering in het Nederlandse volk. Jammer genoeg. Hè. Kan wat mij betreft wel wat minder, kan ik u zeggen. Ja, ik weet niet hoe het met u is, maar Jan Roos en Thierry Baudet. En dan die andere clown, waar ik nu even de naam ben vergeten. En dan hebben we natuurlijk nog Henk Krol, die uit hetzelfde clownsgezelschap afkomstig is. Ja, wat vindt u daar nou van? Gaat iemand van u op de betrokkenen stemmen? Stem in godsnaam op een normale partij. Hè? Behalve als u denkt, zij krijgen alles. Wij krijgen niks. Dan moet u echt flink uitpakken. Hè? Want er schuilt in alle populisme, meestal valt dat niet zo op en er wordt weinig over geschreven in feite, en een hele nihilistische component. Eerst moet alles kapot en daarna gaan we een iets nieuws opbouwen. Een paradijselijke samenleving waar de hele godsganse dag door speciale aangestelde figuren naar de burgers wordt geluisterd. He, weet u wel, we moeten meer naar de burgers luisteren. Heeft u daar ooit over nagedacht? Ik kan maar één geval voorstellen waarbij ik daarmee akkoord kan gaan. Namelijk als ze een keer naar mij komen luisteren. He? Als ze dat nou doen, hoeven ze ook naar de rest niet meer te luisteren. Dat heeft grote voordelen. Hoe ga je naar alle burgers luisteren? Hoe luister je naar alle burgers in Nederland? Hoe doe je dat? Wat is het beste luistermoment wat wij kennen? Ja, heel goed, de verkiezingen. Dus let erop dat u allemaal gaat stemmen. Mits niet op Jan Roos, Thierry Baudet, Henk Krol en hoe heet die vent waar ik de naam van kwijt ben, die geen programma heeft. Dijkhoff, hè? Ja, Dijkgraaf. Jee, zou die uit dezelfde familie komen of niet? Kennelijk is al het verstand van die familie is naar die Dijkgraaf, die natuurkundige, gegaan en de rest had niks meer over. Hè? Dus die zijn gewoon boven de neus zijn ze leeg. Hè? Hij heeft ook geen programma, dus nou begrijp ik eigenlijk waarom. Dijkgraaf, dat is het, ja. Nee, die democratie die werkt eigenlijk heel behoorlijk. En nu is het gekke dat eigenlijk opnieuw tal van partijen aan die democratie willen gaan sleutelen en willen veranderen. En steeds op een manier waarbij ik zeg, dat leidt tot minder democratie, niet tot meer democratie. Denkt u aan referenda? Wat een leuk ideetje. We gaan iedereen vragen wat hij vindt van iets waarvan hij niets begrijpt.
Hè? Oh, geweldig ideetje. En je kunt je op internet aanmelden. Dus elke kloothommel die op een knop kan drukken, die kan zich melden. Dat hij achter dat initiatief staat. Laten we er in godsnaam niet aan beginnen. Of, en dan wordt er altijd wel, ziet er iemand in die zaal zegt, ja, het Zwitserse referendummodel. Ook, dan moet u even nazoeken hoe gelimiteerd de referendummogelijkheden in Zwitserland daadwerkelijk zijn. Dan spreek ik u nog nader over het referendum. De populisten, en tegenwoordig is iedereen wel een klein beetje populist, die zeggen, ja, we moeten op enige wijze die burgers er meer bij betrekken. En iemand als Geert, een uitgesproken populist, die heeft ook een beeld. Alle populisten zeggen hetzelfde, namelijk dat er zoiets is als een coherent, nadenkend, historisch gevormd volk. En dat volk, dat zijn de normale Nederlanders. Alles wat daarbuiten valt, dat zijn geen normale Nederlanders. En dat wie weet hoe het volk denkt, dat weet de charismatische leider van de populistische beweging. Hè? Let op, het is geen parlementaire democratie, het is een beweging. Hè? In de partij van Geert heeft geen partij, hij heeft een beweging. Trump heeft geen partij, hij heeft een beweging. We zullen nog zien hoe dat uit gaat pakken ten aanzien van de traditionele Republikeinse partij. Maar er zijn bijvoorbeeld ook verstandige partijen die voorstellen om de Eerste Kamer af te schaffen. Omhanden, het duurt allemaal zo lang. Nee, die Eerste Kamer, een bicameraal systeem heeft meer waarborgen. En hoe meer waarborgen erin zitten, hoe beter het is. Het is vaak ingewikkeld. Veel kiezers begrijpen totaal niet waar het eigenlijk over gaat. Ik zag een groep van verstandelijk gehandicapten, die ik meen in Tilburg, cursus kregen in het uitbrengen van de stem. Ik zal maar niet zeggen wat ik daarbij dacht. Nee, daar krijg je glazen mee. Maar ik vond het wel een eigenaardige vertoning, moet ik u zeggen. 5 minuten. Ik heb nog 5 minuten. Ja, mijn advies is, laten wij niet sleutelen aan de Nederlandse democratie. Daar is niet zoveel mis mee. Iedereen die de suggestie wekt dat er systemen zijn waar je veel beter naar de burgers kunt luisteren, waar de burgers zich steeds ook gehoord voelen, die ligt dat die barst. Er zijn geen systemen waarin elke burger zich gehoord voelt. Hoe is de democratie ontstaan in Griekse stadstaten? En daar konden alle burgers van de stadstaat konden naar stemmen. En die kwamen regelmatig bij elkaar op een pleintje. Nou, soms een iets groter plein. Alleen het gekke was, vrouwen waren geen burgers van de stadstaat. Waren minderwaardige wezens. Kinderen vanzelfsprekend ook niet. En ook gastarbeiders, slaven, de hele Santekraam, die hoorden er ook niet bij. Maar toen diegenen die wel een burger van de stad waren, die konden onderling met elkaar praten en dan werd je gehoord of je werd niet gehoord. Zelfs daar, u weet hoe het met de Griekse democratie meestal is afgelopen. Slecht. En hoe komt dat? Omdat heel veel democratieën gevoelig zijn voor volksmenners. Misschien komen we toch even in de buurt van Turkije nu, niet waar? Er is een democratie. Iemand wordt democratisch gekozen, maar begint al vrij snel te denken, Eigenlijk ben ik door God gezonden om deze natie er bovenop te helpen. En waarom zou ik moeten luisteren naar terroristen en alle halve garen die niet weten hoe het Mohammedaanse geloof in elkaar zit en zo. Dat hoeft helemaal niet. Ik ga die staat zo hervormen dat ik eeuwig aan kan blijven en dat ik alles kan doen waar ik zelf zin in heb. En wat zie je dan? Erdogan vernietigt in feite de aanzet, laten we voorzichtig zijn, de aanzet die er was in de richting van een normaal en democratisch Turkije. Het is een land wat een lange, moeizame geschiedenis heeft op dit punt. Daar gaan we dus ook niet in. En we hebben ondertussen ook in Hongarije, niet waar, een regeringsleider gezien. En het is, weet u dat uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt, dat ongeveer de helft van de Nederlanders zegt, nou, een sterke leider, dat zou goed uitkomen. Een sterke leider, dat zou goed uitkomen. Waarbij je altijd denkt, laten we dat nou eens in het Duits vertalen. Hè? Leider, of in het Italiaans. Hè?
Daar klinkt het nog iets beter. Een echte doetje. Hè? Een leidersfiguur. Want dat willen we allemaal. Waarom waren we zo enorm? Heeft u die echte Geert-liefhebbers op straat gezien? Dat heeft niets te maken met politieke opvattingen. Dat is puur emotioneel. Dat is de leidersfiguur. Dat is wat we willen, een Messias. Hè? We wachten altijd op een Messias. Hè? En we hebben er maar één, die zit in de auto in dat TomTom-systeem. Hè? Eigenlijk zou ik wel eens denken, we moeten dat herprogrammeren. Dus die hoort zo'n stem, die kunt 6 stemmen kiezen, geloof ik. En die zit bij de eerste de volgende weg links en over de rotonde de tweede afslag. En dat je daar af en toe tussendoor doet, stem op de VVD. Doe normaal. Ja. Zorg dat u in de goede versnelling rijdt. Ja, als u straks thuis komt, koop een bosje bloemen voor uw vrouw. Dat we geleid worden. Hè. Want dat is het gekke van vrijheid. Mensen hebben niks met vrijheid. De meeste mensen willen helemaal geen vrijheid. Die voelen zich benard als ze vrij zijn. Want ja, als je vrij bent, moet je eigen keuzes maken. Je moet zelf besluiten wat voor broek je aantrekt. Gelukkig heb ik daar mijn vrouw voor. Ja, dat is gek eigenlijk, hè. Dat je zo'n dictator in dienst hebt. Had ik natuurlijk niet moeten zeggen. Ja, we hebben niks met vrijheid. U weet al die wetgeving waarvan dan die brave stichting zegt, jongens, dat is een aantasting van uw privacy. Het interesseert ons niks. De meeste mensen in Nederland zeggen, nou, ik doe niks wat verkeerd is, dus we kunnen mij dat schelen. He, laat ze maar komen. Laat ze maar snuffelen met een e-mail. He? Mits u elke dag schrijft, doe normaal. He? Ik doe normaal. Ik ben normaal. Ik ben een gewone Nederlander. He? We moeten met dat hele discours, daar moeten wij mee ophouden. Worden we geïslamiseerd? Nee. Zijn we bang voor de vrijheid? Ja. We hebben niks met vrijheid. We willen beschermd worden. We willen een rustig, fijn, kabbelend leventje hebben. Waarbij we gewoon stroopwafels mogen blijven eten. En bitterballen en ambachtelijk gemaakte rookworst die in Taiwan uit oude autobanden wordt vervaardigd. Dat is wat we willen. Dat is het gekke van vrijheidscolleges. Dat je eigenlijk over een onderwerp praat waar de meeste mensen helemaal niks, maar dan ook niks mee hebben. Dank u wel. Dank u wel, Maarten van Rossum.